put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a, yeah. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Add a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yo mensen, welkom bij deze video. Mijn naam is Vessie van FIFABOY1999. We hebben vandaag weer een nieuwe Feyenoord Crayout. En vandaag gaan we de wedstrijd spelen tegen SC Utrecht. Vandaag maar één wedstrijd, daarom deze aflevering ook kort duurt. Maar we hebben ook transfers, want er gaat een speler weg. Barel gaat verkopen aan Indonesië, die gaat weg. Speelde bij ons al niet veel. En ja, Ejuke, die speelt bij ons heel erg goed. Dus Barel verlaat de club. En wij gaan door in dit kalenderjaar, januari. Maar we de wedstrijd tegen Utrecht hebben. VVV simuleren we. Er komt een deze dagen, ik denk het weekend voor jullie, komt er een video over een andere Crayout die er gaat komen. Deze Feyenoord Crayout wil ik dit seizoen afsluiten. Het is het vierde seizoen met deze Feyenoord Crayout. We zijn begonnen toen 24 uitkwam. En ik wil een nieuw seizoen starten. Ik wil met een Feyenoord speler een manager Crayout starten. En daar dus mee steeds na één seizoen naar een andere club te gaan. En daarmee hogerop te komen. En jullie kunnen laten weten, maar dat komt allemaal nog in een andere video. En welke speler dat wordt en ja, welke ploeg kunnen we niet kiezen, dat geeft FIFA aan. Maar ik bedoel gewoon, ja, ploeg die mij aanstaat. Bijvoorbeeld als ik Toornstra doe of een andere speler, jullie gaan het allemaal nog horen. Dan zou nog dit weekend gaan kunnen gebeuren. Maar goed, de wedstrijd tegen Utrecht gaan we spelen. Tegen VVV wonnen we met 2-0. En nu in de Galgenwaard moeten we het opnemen tegen FC Utrecht. Maher krijgt de bal bij Tjerni. Tjerni. Gaat hij de bal voorgeven? Ja, Tjerni wordt tot de bal nog gevoeld, gepaast. Tjerni viel heen naar de tussen en onderschept. En het is een strafschop voor Utrecht. Gustafsson uit Feyenoord achter de bal of wordt het Bijlo? Het is 1-0. We staan achter al vroeg door een strafschop van Utrecht. Dus het is 1-0 voor Utrecht. En wij staan dus achter nu al tegen Utrecht. Kwartier gespeeld. Venema. Utrecht komt er gevaarlijk uit deze wedstrijd. Joosten is buitenspel. Vrije trap voor Feyenoord. Bijlo. Senesi. Bijlo. Dix. Bero. Van Aken. Aanval Feyenoord nu. Van Aken. Malatia. Tony Verlena. Malatia. Nu steken op Ejuke. Ejuke. Malatia. Ejuke. Goed. Ejuke kan hem voorgeven. Ejuke kappen en voorgeven. Dat doet hij ook hier richting Van Aken. En de bal in handen van Pias. 31e minuut. Van Aken. Houdt de bal. Van Aken. Malatia. Mooie bal op Kerk. Kerk. Van Aken. En het is 1-1. 33e minuut. Van Aken scoort. En Feyenoord komt op gelijk door de middenvelder. Van Aken die de gelijkmaker maakt. Mooi doelpunt. Mooi uitgespeelde goal. En het is de gelijkmaker. 38e minuut nu. Utrecht de aanval gaat zoeken hier met Venema. Maar die bal gaat naast. Van Aken krijgt nog de gele kaart. Dan eerder overtreding op het veld. Maar de hoekschop is voor Utrecht. Gustafsson. Weggewerkt door Senesi. Strieder. Vegas. Bergstrom. Geblokt. Vieira blokt opnieuw. En de bal nu weer naast. En weer de strafschop. De strafschop op de corner. Corner genomen door Joosten. Joosten. Weggehaald. En de bal net naast. Gekopt door Vegas. 44e minuut. Vlak voor rust. Malatia is erdoor. Kan Feyenoord de voorsprong schieten vlak voor rust. Hier de bal bij Vilena. Prachtig doelpunt zeg van Tony Verlena. En het is de 2-1 voorsprong van Feyenoord. Vlak voor rust. Tony Verlena, de andere middenvelder, die scoort. En het is de 2-1. 47e minuut nu. Vlak na rust. Venema. Gustafsson. Venema. Schiet hem en het is 2-2. Staat weer gelijk in de Galgenwaard. Feyenoord komt niet verder. En Utrecht komt op gelijke hoogte. Maar nu gaan wij weer in de aanval. Van Aken. Nog een kwartier te gaan. Van Aken. Van Aken gaat hij dan schieten en hij scoort, de man met zijn tweede doelpunt. Toch wel de wedstrijd van Van Aken, want het is 3-2 voor Utrecht. Of Utrecht voor Feyenoord tegen Utrecht. En Van Aken is de man die deze wedstrijd toch goed doet voor Feyenoord. Vierde gaat eruit, Sinisterre komt erin, maar de wedstrijd is bijna voorbij. En we staan voor met 3-2. Maar we hebben het wel lastig gehad. Al vroeg kwamen we op achterstand, toen kwam de gelijkmaker maar van Aken. Toen kwam de voorsprong van Verlena. Toen kwam de gelijkmaker van Venema en toen kwam de voorsprong voor Van Aken. 87e minuut. De wissel bij Feyenoord, Bakker erin voor Bero. En ook bij Utrecht is er de wissel Lomwijk erin gekomen. Hier de bal nog voor Sinisterra, wordt nog gevaarlijk. Kan er nog een 4-2 komen. Sinisterra, Bakker en de redding van Pias. Hoekschop. Bakker vraagt
Van Aken naar zich toe. Van Aken, goede voorzet, weggehaald. Gustafsson, opgevangen door Bergstrom. En dan is het voorbij. We winnen van Utrecht met 3-2. Dat is mooi voor een Eredivisie. In de volgende aflevering zien jullie de kwartfinale tegen Groningen van de KNVB-beker. Tegen Emmen simuleer ik hem trouwens nu. En die winnen we met 4-0. Beerdorf Arena en Kerk die scoren. Maar goed, de volgende aflevering is dus de kwartfinale van de KNVB-beker. Dat zien we in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken aan deze video. Druk op het duimpje als je hebt gedaan. En dan zeg ik zoals altijd. En zoals nu, Peterson lenen we niet uit. En later! Yeah.